allemaal. Vandaag loop ik een dagje mee met Kobi Thijssen. En Kobi Thijssen is kwaliteitsverpleegkundige bij de geriatrische revalidatie van Marinte. En wat precies haar werkzaamheden zijn, daar kom ik vandaag achter. Maar ik heb ook iets gehoord over een bijzondere samenwerking met LUMC. Dus wat dat precies is, dat ga ik even navragen. Ik neem jullie mee. We zijn hier nu in de ergotherapieruimte en ik zit hier naast Kobi. Hoe ziet een dag eruit als kwaliteitsverpleegkundige? Een groot deel als iedere andere zorgverlener bij de revalidatie. Want ik werk ook gewoon mee in de zorg. Na de overdracht gaan we de mensen helpen uit bed te komen en naar het ontbijt. Medicijnen delen, we helpen met mensen wassen, douchen, dat soort dingen. Na de lunch, dat is meestal een beetje een rustiger moment voor het team om ook te kunnen rapporteren en ja, met elkaar in gesprek te gaan over hoe het loopt allemaal op de afdeling. Ja, dat is vaak ook momenten die ik ook aangrijp om eens even verder met mensen apart te praten van hoe gaat het nu of wat speelt er. Wat is er eigenlijk zo leuk om te werken bij Marinte? Ja, zelf vind ik het leuk om bij Marinte te werken omdat je heel erg de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen. Als je een leuke baan in de zorg zoekt waarin je dus en kan leren en jezelf kan ontwikkelen en ontzettend dankbaar werk mag doen, dan is bij Marinte werk een hele goede keus. De opleiding die ik nu dus volg is dus in samenwerking met LUMC. Dat houdt in dat je daar 2,5 jaar ongeveer over doet en er zit een grote stage in. En die stage mag je dan doen vanuit Marinte bij het LUMC. Inmiddels is het een paar dagen verder en vandaag ga ik langs bij Kobi in het LUMC om te kijken wat ze hier nou eigenlijk allemaal doet. Nou, ik ben hier nu in het LUMC en met wie sta ik hier nou nog meer? Hallo, ik ben Jacqueline Hogewoning. En wat doen jullie hier precies? We zijn nu op de neurologieafdeling, ja, waar de mensen met een CVA worden opgenomen. De setting waar de revalidanten waar ik voor zorg bij Marinte in de acute fase zitten. De link met Marinte loopt voor mij via Kobi. De geriatrische patiënten, kwetsbare ouderen, hebben wij alle twee hoog in het vaandel. Ja. Dus dat was de linking ping om door onze manager ons aan elkaar te koppelen. Ja, we zijn echt een duo. Ja, om te vragen van, goh, ga eens met elkaar in gesprek en misschien kunnen jullie samen wat. Toevallig had ik 4 patiënten die nu op de wachtlijst staan om te gaan revalideren. Ja, ik zag het. Ja. En één meneer komt morgen. En morgen heb ik een dagdienst, dus het was een leuke kennismaking. Ik ben meneer voor kunnen bereiden. En ik heb al gezegd, sta morgen met open armen op te wachten. Ja. Dat is wel heel erg leuk. Ja. Wat ik zo ontzettend fijn vind van werken bij Marinte, is dat Marinte als werkgever de werknemers de vrijheid biedt om ook buiten de muren te werken aan transmurale zorg, je eigen ontwikkeling. En dat maakt voor mij Marinte als werkgever heel aantrekkelijk. Zo, en dat was een dagje met Kobi. Lijkt het jou nou ook leuk om bij Marinte te werken? Kijk dan vooral even op de site. En dan zie ik jullie snel.